Tweeboomlaan 79 in Horen. Op het eerste gezicht een woning als alle andere. Maar achter de voordeur zit een bijzondere historie. Het verhaal van de Joodse Hadassah en haar broertje Joshua. De twee baby's werden in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog, daar opgevangen door de familie Goedmakers. Hoe lang hebben de kinderen hier gezeten? Nou, het meisje niet zo vreselijk lang, want toen was er sprake van verraad en werd er het huis doorzocht. En toen is ze elders ondergebracht. Maar het jongetje, die is in 1943 geboren en die heeft hier eigenlijk een week na zijn geboorte is hij al hier gekomen. En tot het einde van de oorlog heeft hij hier gezeten. De woning is vanwege open Joodse huizen te bezoeken. En er wordt uitgebreid verteld over de geschiedenis. Onder meer door de weduwe van Ruud Goedmakers. De toen 8-jarige jongen groeide op met de Joodse kinderen. Dat heeft altijd heel erg in de familie geleefd. We waren er regelmatig mee bezig. Want ik kan me voorstellen dat het ook een beetje voelt als erkenning voor uw schoonfamilie. Nee, het is geen erkenning. Dat doe je gewoon. Nee. Maar het is goed dat het blijft leven. Zowel Hadassah, Joshua als hun ouders overleven de oorlog. Het Joods gezin verhuist naar Israël, maar blijft contact houden met de familie Goedmakers. Het echtpaar August en Elisabeth krijgt in 1965 zelfs de hoogste Israëlische onderscheiding voor hun inzet, Yad Vashem. De huidige bewoners wisten niets van de geschiedenis van hun huis en zijn onder indruk. Ja, je kijkt toch met iets andere ogen dan naar je eigen huis, toch wel. Wat hier allemaal gebeurd is en dat is wel heel bijzonder. En ook, ook die familie die die kinderen in huis genomen hebben. Die hebben toch behoorlijk risico genomen. Het is heel moeilijk om dat voor te stellen. Maar daarom is het juist zo belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen.